nog even Corina aan het wachten. Alleen, ik denk dat wij zo meteen maar vast moeten beginnen. Welkom allemaal. Momenteel kijken we naar een grijs scherm. Maarten? Ja. In ieder geval, welkom allemaal. Welkom bij de webinar georganiseerd door Stichting Lumen en het CEG. Het CEG Nieuwkoop. Onder andere ook het Autisme Café werkt hier aan mee. Normaal gesproken organiseren we fysieke meetingen en bijeenkomsten, voorlichtingen. Ik ben coördinator voorlichtingen bij Stichting Lumen. Maar dat is door alle omstandigheden een beetje anders. Vandaar dat we het idee hadden om een webinar te organiseren. Dus welkom allemaal. Ik zal nog even de spelregels met jullie doornemen. Dat is vooral voor jullie zelf. Deze webinar wordt in principe opgenomen. Ik zal jullie achteraf nog even vragen of dat verder oké is. Anders kan ik de opname ook weer verwijderen. Nou ja, omdat privacy en internet af en toe een beetje een ingewikkelde combinatie is, hebben we jullie in eerste instantie de spelregels gestuurd. Wees voorzichtig met het delen van gevoelige informatie. We hebben een aantal discussieblokken. Daar is ruimte voor eigen inbreng. Dat lijkt me zelfs heel nuttig en leuk. Maar mocht je het lastig vinden om bepaalde dingen te delen, doe het dan vooral niet. Als je wil, kan je je camera uitzetten. Je kan gebruik maken van initialen in plaats van je echte naam. Als je dat prettig vindt. Heb je een vraag, steek dan je hand op of zet even een berichtje in het menutje. Een berichtje is misschien zelfs makkelijker. Werkt de webinar niet goed of heb je een technisch probleem? Steek dan even je hand op of zet het even in het menutje rechts. Maarten is de host van deze bijeenkomst. Hij doet de technische ondersteuning en hij kan ook afstand wat meer voor jullie doen qua ondersteuning. Gebruik de chat vooral voor praktische zaken en opmerkingen die niet per se besproken hoeven te worden in de groep. Als je iets wil bespreken of een discussie in wil gaan, laat het even weten. Alleen ik kan niet de hele tijd de chat in de gaten houden. In ieder geval, ik kan er niet ondertussen qua type op. Deze PowerPoint heb ik opgezet samen met Maarten en met Corina van het CEG en met Mirelle. Mirelle is ook aanwezig bij deze bijeenkomst. Ik zal hun af en toe ook wat ervaringsdeskundige input vragen, maar voel je vooral vrij om hier en daar wat dingetjes aan te vullen. Ik zie dat Marissa haar hand opsteekt. Ja, kan jij die unmuten? Zeg het maar. Marissa? Mirelle? We kunnen je niet zo goed horen. In dit geval, laten we... ik zal jullie even het programma van vanavond... zal ik even met jullie doen. Mag ik even onderbreken? Misschien is het handig om even te kijken of iedereen het handje kan vinden. Ja. Kan iedereen het handje vinden of de chatbox? Zijn er problemen mee of zijn er andere technische problemen? Merel zegt niet, maar wel dat je het klopt. We gaan nu niet met z'n allen de handjes opsteken, dat wordt een beetje ingewikkeld. Het handje staat, als het goed is, boven in het menuutje naast je eigen naam. En als je erop klikt, wordt die blauw. Mocht het nou niet lukken, stuur dan gewoon een berichtje in de chat. In de chat, dat is ook prima. Prima. Oké. Nou ja, deze webinar gaat over structuur en afleiding ten tijde van corona. Het is een onderwerp wat op dit moment niet alleen mensen met autisme aangaat, maar ook, het is momenteel voor heel veel mensen lastig. De structuur valt op dit moment voor veel mensen weg. Werk kan bij veel mensen niet doorgaan. Hobby's, sport,
Nou ja, dat is op dit moment allemaal, wordt het een beetje anders geregeld. Maar voor mensen met autisme kan het natuurlijk extra lastig zijn. De een zal zich waarschijnlijk wat beter kunnen vermaken thuis dan de ander. Maar daar gaan we zo meteen over in gesprek. In blok 1 gaan we het hebben over waarom structuur en afleiding juist nu belangrijk zijn. We hebben een paar do's op een rijtje gezet, een aantal don'ts, een paar tips. En daarna hadden we een paar vragen voor jullie om met elkaar in gesprek te gaan. Dan hebben we even een korte pauze van 10 minuutjes. En dan gaan we in gesprek over afleiding. Weer dezelfde, een beetje dezelfde structuur als het eerste blok. Do's, don'ts, een aantal afleidingstechnieken. Maarten zal ook een klein stukje vertellen over Surfing the Urge. En een aantal tips en dan hebben we twee stellingen. Het programma van vanavond is maximaal 1,5 uur, afhankelijk van hoe lang de discussieblokken duren. Mocht je het nou een beetje te veel vinden of niet kunnen bijhouden, of voel je dan vrij om gewoon het te doen op de manier waarop het past voor je. In principe kan je gewoon afhaken. Ik vroeg mij wel af, want we hebben deze webinar gemaakt voor mensen met autisme, maar ook voor ouders van kinderen met autisme. Wat is een beetje de verdeling hier? Misschien kunnen jullie dat kort in de chat zeggen, of misschien wil iemand er iets over zeggen. Zelf autisme zie ik voorbij komen. Zijn er. Oké, ja, dan met Asperger. Zijn er ook ouders van kinderen met autisme? Ik zie in de chat nog niet zoveel voorbij komen. Dan gaan we gewoon beginnen en dan zie ik het wel voorbij komen. Volgende slide. Waarom afleiding en structuur juist nu belangrijk is. Oh, een tante van iemand met waarschijnlijk autisme. Nou ja, op dit moment zijn bestaande structuren zoals bijbaantjes, sport en school, of spelen met vrienden, afspreken met vrienden. Dat is momenteel wat lastiger. Cafeetjes zijn dicht. Tot voor kort was er natuurlijk ook voor kinderen was school gestopt. Nou lijkt het erop na de persconferentie dat daar wel wat verandering in gaat komen. Maar op dit moment is dat natuurlijk nog wel even zo. Kinderen zijn onder andere nu ook meer op zichzelf aangewezen of meer op hun ouders aangewezen. Wat vaardigheden betreft thuisonderwijs of zelf een dag indelen, in contact blijven met vrienden, zelf bezighouden. En een groot ding als corona. Eigenlijk hebben we, in ieder geval, ik heb dit in mijn leven nog niet meegemaakt. En ja, het kan zijn dat mensen daarover piekeren. Dat je daar gefrustreerd over raakt of dat je er angstig over bent. Sommige mensen gaan ook heel veel informatie daarover opzoeken. Maken zich zorgen om familieleden bijvoorbeeld. En een goede dagindeling en wat afleiding kan daarin helpen. Structuur en weten hoe je jezelf bezig moet houden om niet overspoeld te worden door emoties. Dat is op dit moment belangrijk. Zeker in een dusdanig onzekere tijd. En structuur voorkomt ook dat je jezelf steeds verder terugtrekt. Als je op het moment dat de dagelijkse structuur, zoals bijvoorbeeld verplichtingen, wegvalt, dan is de kans groter dat je, nou ja, bijvoorbeeld thuis gaat zitten. Er blijven nog steeds mensen aanhaken, zie ik. Dan is de kans dat je de structuur kwijtraakt groter, omdat thuis de grenzen toch tussen dag en nacht wat kunnen vervagen. En als je 's ochtends niet iets hebt om voor op te staan, of niet specifiek iets hebt om voor op te staan, dan is de kans dat een aantal dingetjes wat door elkaar gaan lopen wat groter. Praat ik trouwens te snel of gaat het prima zo? Prima. Oké. Volgende slide, alsjeblieft. Nou, even een quote. Het is belangrijk om structuur te houden en actief te blijven. Blijf bijvoorbeeld bewegen. En blijf ook de simpele dingen doen, zoals douchen, tandenpoetsen en een stukje wandelen. En doe dat zo gestructureerd mogelijk.
Het lijkt heel simpel, maar op het moment dat, dat een situatie anders is, kan het nog wel eens lastig zijn om, nou ja, om de standaard dingen die je eigenlijk op een dag zou moeten doen of zou willen doen, door te zetten. En dit zijn dingen waar je zelf nog wel aardig wat invloed op hebt. Dus, en die op dit moment ook nog wel mogelijk zijn. Een stukje wandelen kan gewoon, als je dat niet met heel veel mensen tegelijk. Volgende. Nou, we hebben een aantal do's en don'ts verzameld. Ook aan de hand van de ervaringen die met ons gedeeld zijn. Nou ja, toon begrip en erken de mogelijke frustraties, angst en paniek. Of boosheid van je kind. Er staat die van je kind, maar dat kan ook van jezelf zijn. Sowieso zou mijn tip zijn, vanuit mijn eigen ervaring, om soepel om te gaan met frustraties, angst en paniek, maar zeker in deze situatie. Kan het zijn dat er gewoon wat meer angst, paniek of frustratie leeft binnen het gezin of binnen jezelf? En ja, dat de tip van mijn collega's en ook van mijzelf is om daar proberen iets soepeler mee om te gaan dan normaal gesproken. Start met het maken van een planning. Oh, start met het maken van een planning bij het opstaan. Plan bijvoorbeeld simpele dingetjes in. Op het moment dat je geen grote verplichtingen hebt op een dag, kan het helpen om kleine dingetjes al in te plannen. Er zijn ook mensen die met lijstjes werken. Streep simpele dingetjes door, zoals douchen of wat dan ook. In ieder geval, dan hou je voor jezelf iets meer regelmaat in een dag. En blijft het ook een beetje zichtbaar wat je eigenlijk gedaan hebt op een dag. De neiging is ook al snel om dan te denken, nou, ik doe helemaal niks, terwijl je eigenlijk misschien toch best veel doet. Probeer daar ook zo consistent mogelijk in te blijven. Dus er zijn nu verschillende berichten natuurlijk ook hoe het in Nederland nu verder gaat. Maar probeer daarvoor op de korte termijn zo consistent mogelijk voor jezelf in te zijn. Plan ook vaste momenten in om bijvoorbeeld samen met vrienden, kennissen, andere ouders over de situatie te praten en daar samen vragen over te stellen. Maar probeer dit wel te beperken. Momenteel, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar momenteel zijn er bij mij veel WhatsApp-groepen waarin het nieuws met enige regelmaat besproken wordt. Het kan heel prettig zijn om met elkaar even over de zorg te praten of even over de huidige situatie te praten en even je hart te luchten. Maar als je dat continu doet, kan het ook. Als je een naar school gaat, kind gaat, kijk en denk even mee in het school, denk mee in het schoolwerk. Het kan zijn dat er veel structuur opgelegd wordt vanuit de school of juist weinig. En het is daarin belangrijk om te kijken wat er mogelijk is in het gezin en eventuele problemen bespreekbaar te maken. Nou ja, het laatste puntje is daar eigenlijk ook al direct in meegenomen. Kijk hoe je structuur kan inbouwen in het gezin. En heb daarbij ook vooral aandacht voor eventuele knelpunten. Volgende. Ja. Nou, er zijn nog een aantal don'ts. Ik kwam er net al eventjes op. Nou ja, in principe social media als enige informatiebron, dat kan. Er zijn veel mensen die op dit moment social media checken. Maar wees er wel een beetje voorzichtig mee, want de neiging om, nou ja, heel lang over Facebook te scrollen of dat je extra zorgen gaat maken of et cetera is extra groot. Ook is er af en toe fake nieuws wordt er verspreid. Dus wat dat betreft is het goed, denk ik, om dat af te bakenen. Ook om te voorkomen dat je niet in je eigen hoofd terechtkomt of eigenlijk je eigen emoties en gedachten versterkt worden. Dat geldt ook voor het tweede puntje. Kijk uit dat je niet verzandt in het opzoeken van informatie. Dat kan over corona zijn, dat kan ook over andere dingen zijn. Sommige mensen met autisme vinden het heel prettig om heel veel informatie over één ding op te zoeken. Zeker als andere structuur wegvalt. Maar dat kan ook nou ja, leiden in verzanden.
Nou ja, wees voorzichtig met te veel van jezelf, van je kind te verwachten in deze onzekere tijden. Sommige ouders zijn heel bang dat hun kind gaan achterlopen. Lesstof. Of mensen die bijvoorbeeld werken, die willen net zo hard doorwerken als normaal. Het is toch een beetje een bijzondere situatie waarvan we ook niet zo goed weten hoe en wat de nieuwe maatregelen precies gaan zijn. De meeste mensen, de verwachting is dat er wel hier en daar wat achterstand zal komen. Maar ja, als je daar heel boos en gefrustreerd en paniekerig over wordt, dat kan. En dat gebeurt ook. Maar het is voor heel veel mensen op dit moment een moeilijke tijd. Dus ik denk als je dat voor jezelf onthoudt, dat het dan misschien ietsjes makkelijker kan maken. Een andere don't is het niet kaderen van ontspanningstijd en schoolwerk. Kan ook werk zijn. Sommige mensen hebben moeite met het kaderen van wat nou ontspanning is, wat nou werk is, wat nou bijvoorbeeld het huishouden is. En dat kan ervoor zorgen dat er allerlei dingen door elkaar gaan lopen. Op het moment dat je bijvoorbeeld de neiging hebt om heel veel afleiding te zoeken in, nou ja, stel gamen. Dan kan het zijn dat je niet meer aan je schoolwerk toekomt. Op het moment dat je heel erg de neiging hebt om heel veel schoon te maken, dan kan het zijn dat je niet meer aan je werk toekomt. En op het moment dat je de neiging hebt om heel veel te werken, dan kan het zijn dat je niet meer aan ontspanning toekomt. Dus het is belangrijk om dat een beetje te kaderen. En zeker voor mensen met autisme, ook de mensen met autisme die ik ken, kan het heel prettig zijn om dat in een dagplanning te zetten. Nou, het laatste puntje noemde ik eigenlijk al even. Gamen en school door elkaar laten lopen. Dat kan zeker voor kinderen heel aanlokkelijk zijn. Merel vraagt in de chat, hoe zou je dat moeten kaderen dan? Is daar iemand die daar iets over zou kunnen zeggen? Is er iemand die een tip heeft? Lonneke? Lonneke, zou jij daar iets over willen zeggen? Dankjewel, Maarten. Ik was aan het zoeken. Nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen van tussen, zie ik bij mijn zus, tussen 9 en 12 is schooltijd. En dan een uur van 12 tot 1 zijn ze vrij, hebben ze pauze. En dan van 1 tot 3 is schooltijd. Dat zou Ja. kunnen, het is echt een bepaald tijdstip afbakenen waarin je school doet en alle andere tijd is vrije tijd. Wanneer je werkt, is alle andere tijd is vrije tijd. Goeie tip. En kijken. Maarten, heb jij daar een voorbeeld voor? Ja, wat ik probeer te doen is, op het moment vind ik het leuk, ik heb het ontdekt en ik heb voor mezelf bepaald, overdag game ik niet en dan werk ik eerst en het gamen hou ik echt voor de avond, dus dat ik gewoon, want associeer met gamen zeg maar en niet dan tussen Ook uit nu. gamen en daardoor structuur kwijtraak. Ja, dus jij zegt eigenlijk, nou, overdag is gewoon werktijd vanaf een bepaald moment en dan is 's avonds is eigenlijk ontspanningstijd. Ja, dat daar wel een duidelijke scheiding in is. Oh, Mirasse zegt daar iets over. Mirasse, zou je daar buiten de chat om iets over willen zeggen nog? Ja, met de kleurenklok kan je ook heel goed werken. Daar werkte ik dan ook nog wel eens wel mee. Of met een timer. En om dan het kader af te schermen van nou ja, tot zo lang ga je daaraan zitten. En dan is het oké. Nou ja, en dan weer checken. Dus dan is het er een begin en een eind aan, zeg maar. Dat is altijd wel belangrijk. En hoe werkt dat nog? Nou, die kan je bijvoorbeeld inzetten voor een half uur of voor 15 minuten. Of voor, en dat werkt dan met verschillende kleurtjes. Bijvoorbeeld, zeg maar, wat rood is 30 minuten.
Nou ja, en als je dat echt vrij, je gaat het rode vakje volmaken. En daarna gaan we gewoon pauze houden, ongeacht of het huiswerk wel of niet klaar is. Maar dan is het gewoon even pauze. Oké. Dat is wel een goede tip. Zeker voor mensen met kinderen denk ik dat het heel goed werkt. En een andere tip die ik zelf wel veel gebruik, die denk ik ook gewoon voor heel veel mensen geldt. Op het moment dat je een beetje moeite hebt met structuur vasthouden of kaderen, dat je voor jezelf in de ochtend een planning maakt of de dag van tevoren. Met wat moet er gebeuren? Meestal maak ik eerst een prioriteitenlijstje. Met dat prioriteitenlijstje ga ik mijn dag in blokken. Waarmee ik eigenlijk ook probeer ontspanningsblokken te plannen. Ik kreeg een tip van op de universiteit. Zeggen ze aan medewerkers, werk 2 uur productief en hou dan 1 uur ontspanning. Dan werk je misschien iets minder productief als dat je normaal doet. Maar dat is beter dan dat je constant afgeleid bent. Er staat hier nog een bericht. Het is alleen lastig als je vaak van je gevraagd wordt om over te werken. Waardoor de eindtijden dan niet echt kloppen. Nee, dat is wel herkenbaar. Dat is ook voor mij wel herkenbaar. Ik heb zelf geen autisme, maar dat is wel herkenbaar. Ik denk in dat geval, als er gevraagd wordt om veel over te werken, is het bespreekbaar voor jou om samen met je werkgever te kijken of dat een verplichting is, of dat je op een of andere manier naar eindtijden kan kijken. Want op het moment dat dat natuurlijk onduidelijk is, dan wordt ook je dag ingewikkeld om te plannen. Ik zie daar geen reactie op. Merel, wil je daar iets over zeggen in de discussie? Of? Nou, als je er iets over wil zeggen, dan hoor ik het wel. Oh, ja. Lonneke, ja, steek daar hand op. Ja, je mag eerst stoppen, maar dan houd je er zelf wel minder aan over. Dat is bij publicaties bijvoorbeeld. Dat is heel lastig. En dan wordt het denk ik ook kiezen voor jezelf. Of je op dat moment ontspanning nodig hebt, of dat financiën op dat moment belangrijker zijn of publicaties belangrijker zijn. Dat is bij ons ook wel een beetje zo, niet financieel. Maar het is inderdaad op dit moment moeilijker om dingen af te bakenen. Maar ik denk ook dan dat een prioriteitenlijstje helpend kan zijn. Vind je het op dit moment belangrijker om extra te werken, of vind je het belangrijker om rust te nemen? Want daarvan kan je je dag inplannen. Lonneke had nog een tip. Op mijn school moeten we 10% onvoorziene tijd inplannen. Dus als je bijna standaard overwerkt, kan je het niet in je planning overwerken. Maar dat maakt het niet minder zwaar. Nee, dat is waar. Ik probeer ook, omdat ik momenteel mijn telefoon eigenlijk constant aan heb staan, plan ik een uur minder werktijd in. Om dat eigenlijk te gebruiken om wat vaker bereikbaar te kunnen zijn. Dat is een tip die ik zelf heb. Misschien heb je daar wat aan. Volgens mij hebben we de don'ts wel gehad. Dan hebben we nog wat tips. Maak gebruik van extern gezag op het moment dat je in een gezinssituatie zit. Zeg bijvoorbeeld dat thuisonderwijs is besloten door de overheid, als je kinderen geen zin hebben om thuis huiswerk te maken. Overweeg bij een sterke scheiding van school en thuis om wanneer mogelijk thuisonderwijs in een andere ruimte te geven dan in de woonkamer of de slaapkamer. Dat is sowieso denk ik ook voor mensen die werken een hele goede tip. Probeer niet in je slaapkamer te werken. Daar ben ik zelf niet het beste voorbeeld van. En dat is zeker ook heel ingewikkeld als je gezamenlijk in een huis zit met iemand die ook heel veel aan het beeldbellen is.
Het is niet altijd te voorkomen, maar als het even kan, zijn de tips ook die voornamelijk rondgestuurd worden nu ook aan werknemers. Van, nou ja, probeer je 's ochtends wel aan te kleden, probeer die tijd een beetje bij te houden. En probeer voor jezelf een beetje een scheiding te maken tussen wat ontspanningstijd is, wat een ontspanningsplek is. We noemen de voordelen van de huidige situatie. Het kan soms ook heel fijn zijn dat je niet constant naar school hoeft of naar je werk hoeft of heel veel moet reizen. Het kan ook ruimte geven voor nieuwe hobby's. Het kan ruimte geven voor extra gamen bijvoorbeeld, als je dat leuk vindt. Het kan ruimte geven voor allerlei andere dingen. Ik heb al een aantal mensen gehoord die heel uitgebreid bezig zijn met koken momenteel. Maak een keuze in het geven of niet geven van consequenties en beloningen, ook voor jezelf. Probeer zoveel mogelijk balans te houden hierin. Op het moment dat je een goede werkdag hebt gehad, dan is het best oké om af en toe eventjes even onderuit op de bank te gaan zitten. Op het moment dat je het moeilijk vindt om jezelf te vermaken, of moeilijk vindt om een gezond eetpatroon aan te houden, probeer dan gezond eten af te wisselen met af en toe iets lekkers. De situatie is even anders dan normaal en meestal is het niet heel helpend om daarin extra streng voor jezelf te gaan zijn. Bouw pauzes in. Als je werkt, bouw dan pauzes in. Op het moment dat je heel uitgebreid bezig bent om je te verdiepen in bepaalde onderwerpen, bouw dan ook pauzes in. Kijk voor jezelf of je even naar buiten kan. Het weer is momenteel heel lekker, dus dat scheelt. Als je in de situatie thuis stuk loopt, als je in een gezinssituatie zit, kun je contact opnemen met het CEG voor gezinsondersteuning. En volwassenen kunnen in eerste instantie contact opnemen met het sociaal wijkteam. In Alphen is dat Tom in de buurt. Of met de huisarts. Volgende slide. We hebben nu een discussieblokje. Die zal ik even beginnen met vraag aan deskundigen die mee hebben gewerkt. En voel je daarna ook vooral vrij ook wat aan te vullen, toe te voegen. Zet het even in de chat, steek je hand op. Volgende. De eerste vraag is, hoe breng je normaal gesproken structuur in je dag? En eigenlijk volgens mij is de tweede vraag die erop volgt, wat is er nu veranderd? Maarten, wil jij er iets over zeggen? Ja, ik weet dat het een klein beetje tegen de regels is, maar omdat ik nu wat minder vaste afspraken heb overdag en dat vaak afhankelijk is van de mails die ik in de ochtend krijg, om dan toch voor te zorgen dat ik uit bed ga, ga ik toch elke dag even naar de supermarkt, koop ik iets kleins, maar dat ik dan in ieder geval mezelf daarmee activeer en dat ik daarna gelijk even wandeling maak en dan begin met mijn mails te lezen en mijn werk te doen. Oké. Goeie tip. Dus een klein dingetje eigenlijk doen waardoor je jezelf weer activeert. Zoals naar de supermarkt gaan. Dat kan al een heel helpende tip zijn. Meer mensen? Mires, zou jij er iets over willen zeggen? Ik wil als tip zeg maar geven, en vooral nu omdat het best wel lastiger is natuurlijk, dat je veel met elkaar in één ruimte moet doorbrengen. Ik maak voor mezelf altijd een planning van dat ik 's morgens als eerste mijn bed uitkom en de spullen allemaal klaarzet, zodat ik even kwaliteit voor mezelf heb en alles op orde heb voordat de kinderen zeg maar komen. Dus dat werkt bij mij bijvoorbeeld heel erg goed. Ja. Ik zie daar ook eentje voorbij komen van GDB. GDB, wil jij er iets over zeggen? Kijk.
Ik kan nu praten, als het goed is. Wat zei je? Mijn microfoon doet het niet. Ja, nu wel. Oh, oké. Nee, je moet zorgen dat je elke dag om 9 uur iets te doen hebt. Als je naar je werk hoeft, het kan inderdaad zijn dat je de winkel staat, maar bijvoorbeeld ook een belafspraak met iemand die je kent, dat je elkaar het moment uit motiveert. Of een berlijn die je dan inplant en dan om 9 uur doet, of iets anders wat je dan leren kan plannen. Ook één keer in de week om 9 uur bij een uithouding staat, en dan geeft het erop een reden om uit bed te gaan. Ja, dus je zegt eigenlijk gewoon zorgen dat je om 9 uur 's ochtends een reden hebt om naar bed uit te komen. En wel voor zelf qua activiteiten die je gepland hebt, qua agenda, ook dingen die gedaan moeten worden, ook op boek in de agenda zetten. Of jezelf inplannen qua de leuke dingen ook niet vergeten. Dus tijd voor jezelf weten wat je wanneer doet. Oké, ik hoor niet wat je zegt, maar ik hoor wel het een en ander. Over je begeleiding, bellen die dan? Is dat helpend als die je opbellen of komen die langs? Normaal gesproken, en dan gaat het dus vraag over, komen ze langs. En nu is het natuurlijk wel zo dat ze dat opbellen. Maar ook dat kunnen ze natuurlijk op een bepaald tijdstip doen. Dus 19 jaar of nu, of half tien. Dat ze naar school gaan en dan zorg ik ook wel dat ik eruit ben en de telefoon opnemen. Maar dat ik de telefoon dan in de lader in mijn woonkamer zit. Ja. Of s'nachts gebeld worden door iemand en de benachtrust wordt. Ja. Maar dat is niet wel een goede tip inderdaad om belafspraken dan te doen. Even kijken hoor. Meneer, ik steek haar hand op. Zeg je? Ellen steekt haar hand op. Oké, nou, dan moet je Ellen maar. Oeh, ik hoor je niet zo goed. Hoor je heel zacht. Iets harder? Ik denk dat je het even in de chat moet zetten. Dat werkt misschien niet. Ellen, zou je een chat willen zetten? Ja hoor. En oh, ik hoor. Oh, dus ik hoor mezelf. Ik weet niet bij wie. Maarten, kan je iets? Even kijken. Oké. Oh ja, ik zie het. Je zet in de chat, ik moet van huis uit werken en ik had moeite met opstarten, maar ik zet nu mijn wekker en ik maak eerst een wandeling. Nou, dat klinkt als een hele nuttige tip voor een hele hoop mensen. Dat is zeker nuttig, want je start je dag even op een andere manier op. Je hebt ook een reden om je aan te kleden. Dus dat... even kijken hoor. Er werd nog gezegd dat er niet veel meer valt in te plannen door Merel. Zijn er geen kleine dingetjes die je nog... Een wandeling is niet overal veilig. Heb je dan wel kleine dingetjes die je wel kan inplannen? Bijvoorbeeld dingetjes in huis of hobby dingetjes of... Sanne steekt haar hand op. Ja. Ben ik te verstaan? Ja.
Ik doe zelf nu op dit moment nog een studie, maar ik merk dat het mij heel erg helpt om... ik heb contact met twee klasgenoten en elke ochtend beginnen wij eigenlijk met een belronde gewoon in een videogesprek. En dan hebben we het erover waar we ons vandaag mee bezig gaan houden. En om aan dat videogesprek deel te nemen, zit je eigenlijk gewoon ook al klaar om aan de slag te gaan. Ik merk dat dat mij wel geholpen heeft, vooral de eerste paar keren. Ja, goede tip. Dat hoor ik inderdaad ook van veel mensen voorbij komen. Of van mensen die het met collega's of studiegenoten of met vrienden zelfs inplannen. En dagelijks bellen. We hebben in de structuurgroep van Lumen hebben we ook al voorbij horen komen. Dat mensen, sommige mensen met elkaar gaan eten via videobellen. Dat kan ook motiveren om een beetje gezond te blijven eten en toch standaard iemand te blijven zien. Want vaak is het kan lastig zijn om mensen op te zoeken of je bezwaard voelen om andere mensen op te zoeken. Als je dan een vaste afspraak hebt, dan geeft dat toch weer even wat meer structuur en een stok achter de deur. Ik zie dat en haar hand opsteekt. Ja? Oké. Okay. Ellen, je kan spreken als je wilt. We horen je niet. Oké. Ik had mijn hand alweer teruggetrokken, sorry. Stop. Oh, nou horen we wel iets. Vervelend, technische complicaties. Ik zie van Merel, ik woon in een twee-kamer-appartement met mijn vriend die ook thuis werkt. We willen niet echt zoals normaal projectje starten, omdat er dan geen ruimte meer is voor werk op die tafel. Nee, dat is begrijpelijk. Er zijn ook al een hele hoop mensen die ik gehoord heb die hele innovatieve ideeën bedenken om bureaus te bouwen. Dat is op zich ook al een projectje op zich. Lonneke zegt, in de structuurgroep gaan we van 10 tot 11 uur samen koffie drinken en de dag openen. Waardoor je ook wat meer besef houdt van welke dag het is. Dat kunnen ook goede tips zijn op het moment dat je niet zoveel ruimte in huis hebt. Het kan een uitweg zijn om ook op internet wat dingetjes te gaan kijken. Er zijn allerlei groepen nu. Via Netflix heb je een Netflix Party. Er zijn allerlei game-initiatieven natuurlijk. Er zijn nu ook steeds meer structuurgroepen binnen Lumen, maar ook buiten Lumen. Er zijn zelfs bordspelsimulatoren. Maar het kan zijn dat je dat online werken je wat minder aanspreekt en dan wordt het natuurlijk iets ingewikkelder. Misschien is het handig om te vertellen waar de mensen de structuurgroep kunnen vinden. Ja, aan het eind van de... Ja, dat is voorspelbaar. Dat is ook echt een hele vervelende situatie. En misschien zijn er ook kleine dingetjes die wat minder ruimte opeisen. Ik weet niet of je van creatieve dingen zoals haakwerk of zo houdt. Dat kan ook een uitkomst bieden. Gaan jullie nog even door in de chat? Ik ga even verder naar de volgende vraag. Wat is er nou anders? Ik weet niet, daar hebben we het volgens mij net al een beetje over gehad. Zijn er nog mensen die specifiek graag iets willen zeggen over wat er nu anders is en wat er nu... zullen we verder gaan naar de volgende? Ik denk dat het, als ik de chat zo zie, is het helpender om gewoon naar de tips voor elkaar te gaan. Volgende.
Hoe zorg je in deze tijd nou voor structuur in je dag, in de dag van je kind? Nou, daar waren we eigenlijk al mee bezig. Dus die kunnen we zo meteen gewoon voortzetten. Volgende. Dit is denk ik wel een belangrijke. Welke gevolgen heeft corona voor het wegvallen van bestaande structuren? Voor de thuissituatie en het dagelijks leven van jou of jouw kind? Mirasse, zou je daar wat over willen vertellen? Eigenlijk best wel heel veel gevolgen. Ik probeer juist wel een programma zeg maar, aan te houden. Voor ons gezin, zeg maar. Dat werkt het beste. Mm-hmm. Ja, vooral het stukje gemis van de sociale contacten. Merk ik bij de middelste, zeg maar. Vooral dat zij dat gewoon heel lastig vindt. Het communiceren via de WhatsApp. Of nou ja, daar trekt zij zich steeds meer voor terug. Dus dan probeer ik het door erbij te gaan zitten. En dan vragen aan haar te stellen. Van, nou ja, zou jij dat... op die manier opsturen naar iemand. Zou die er dan mee omgaan? Ja. Op die manier probeer ik haar een beetje weer uit haar isolement te trekken. Dat ze toch wel een beetje contacten blijft houden. Ja. Zijn er veel mensen die daar problemen mee hebben? Wacht, ik hoor mezelf ver in. Maar zijn er meer mensen die daar problemen mee hebben met dat ze eigenlijk zichzelf in een sociaal isolement voelen? Of merken dat hun kinderen in een sociaal isolement zitten? Of dat het moeilijker is om contact online te onderhouden? In de chat gaat het al over samen lunchen. Dus zo te zien wordt het wel als belangrijk gezien om af en toe contactmomenten te hebben. Kan er anders ook wel iets over zeggen? Ja. Wat ik vooral de eerste weken had, dat ik heel lastig vond om contact te maken met mensen, omdat er gewoon voor mijn gevoel niet zoveel gebeurde. En dus wat vertel je dan en hoe ga je er dan mee om? En ook omdat en op een gegeven moment merk je dat de andere mensen ook natuurlijk niet zoveel te doen hebben. Dat is ook logisch. En dan, dan raak je ook iets meer gewend aan de stiltes. En dat is ook niet erg soms. Dat gewoon even, dat je even niks te vertellen hebt. Maar dat je dan elkaar even ziet via beeldbellen. Of met 2 meter afstand een biertje doen aan de grachten. En dat is wel heel waardevol, vind ik. Ja, zeker. En GDB zegt, ja zeker, lijkt wel of er niks meer mag. Heb je nog wel manieren gevonden van wel met mensen in contact komen? Heb je nog tips in voor ons? Ik kan nu spreken. 2-aan-2 wandelingen maken. Dat is ook even naar buiten om het drukke voel ook naar de winkel te gaan of naar het park in te gaan. Met vrienden ook over de WhatsApp of over de telefoon te spreken. Want dat vaak goed is voor mij in ieder geval vrij onduidelijk van wat er nou wel en wat er nou niet mag. Ja. 4-aan-2 mag voor mij sowieso niet en daarna is het onduidelijk. Ja, dat brengt onduidelijkheid voor je met zich mee. Dan staan de contacten zijn dan al een beetje... ingewikkelder dan gewoon en je weet nu ook nog niet zo goed waar je aan toe bent en hoe je mag afspreken. Nee, precies. Nee, dat is inderdaad wel ingewikkeld. Ook qua bus en trein wordt afgeraden om zomaar gebruik van te maken om te doen. Het lijkt echt een zaak waar je mee weg te gaan of zo. Ja. Dan weet ik dus niet in hoeverre dat mag. Ik neem maar niet om het bus en trein te gebruiken om allemaal iets van op 1-op-1 afspraak. Ja. Dus, ja, daar is het veilig en het meest minst prikkelvol. En naar buiten gaan, het is wel handig om het neus te halen, maar vrij onduidelijk en prikkelvol dus.
daarna wat er allemaal mogelijk is en wat er wel mag. Ja, en geeft online contact of bellen, geeft dat dan juist ook meer of minder prikkels? Minder prikkels, omdat je toch in contact bent met elkaar en je het duidelijk is dat via video bellen en zo het allemaal wel mag, want je hebt geen corona-overdracht om het zo te zeggen. En ja. Dus dat betreft inderdaad minder prikkels. Maar ja, dat moet wel de partijen dat jij kan, dat moeten de rest van de mensen die in en die het ook willen doen, dan ook kunnen. Dus, ja. Ieder leven is op de kop. Ja, maar voor jou zou dus zo'n structuurgroep of het samen opstarten of iets zou misschien wel een uitkomst kunnen zijn. Jawel. Oké. Bedankt in ieder geval voor je bijdrage. Ik zie nog voorbij komen, ik zie een hele hoop berichten voorbij komen. Dat het sporten wegvalt, ja, dat. En vrienden. Marissa steekt ook haar hand op. Ja, ik zie hier nog online spelletjes voorbij komen. Ja, dat online spelletjes, die hebben wij ook ontdekt. Tabletop Simulator. Het is heel gezellig, maar wel chaotisch. Dat klopt. Maar je kan gelukkig met die programma's kan je ook instellen dat je alleen met vrienden wil spelen. En dat is misschien wel een leuke tip. Even kijken, er stak iemand zijn hand op. Ja, je kan ook praten. Ja? Ja, je kan praten. Ik doe veel met mensen die ik begeleid met autisme, ook met hun afspreken. Gewoon, ik kwam bijvoorbeeld één keer in de week langs en nu bellen we bijvoorbeeld dagelijks om hun in de structuur, zeg maar, te blijven meenemen. Een voorbeeldje bij iemand die vindt het heel lastig om haar huishouden bij te houden. Ze vond het nu eng om de huishoudelijke hulp, zeg maar, thuis te laten komen. Nou, en dan maakt ze een foto, moet in overleg zeg maar, met mij, maakt ze van een bepaalde hoek een foto. Nou ja, en dan geef ik haar bijvoorbeeld een opdrachtje van, uitgewerkt van wat ze dan zou kunnen gaan doen. En zo hebben wij op die manier gewoon veel meer telefonisch contact. En kan ze toch wel een beetje proberen haar structuur vast te houden. Ja, dat is inderdaad wel een goeie. Ik heb ook al inderdaad vanuit mijn kennissenkring al tips gekregen van mensen die fotografie als hobby weer oppakken. Die dan naar vrienden foto's sturen eens in zoveel tijd. Ik heb al initiatieven voorbij horen komen over mensen die voor vrienden gaan koken. Als het allemaal die iets van structuur of een nieuwe hobby zouden kunnen. Ja. En waardoor je ook met elkaar weer in contact kan staan. Even kijken, de volgende vraag. Oh, mijn scherm is veranderd. Ik kan nu niet de rest meer zien. Maar goed, wat helpt nu juist wel? En wat ga je heel veel mijn scherm slepen? Ja. Wat helpt je juist nu wel en wat helpt niet bij het aanbrengen van structuur? We hebben al een hele hoop tips gehad die heel goed werken, maar zijn er ook dingen die volgens jullie helemaal niet goed werken? Ik zag in de chat al voorbij komen grote groepen. Met grote groepen chatten, dat merken wij inderdaad ook wel. Vooral als je niet let op de mute of op een systematisch gespreksleider, dan kan het nog wel eens chaotisch worden. Vooral in Teams en via Skype kan je vaak niet zo goed een structuur aangeven. En dat kan voor mensen wel eens te veel worden. Even kijken. Voor vrienden koken, hoe doe je dat? Zie ik hier als vraag nog voorbij komen. Dat heb ik ook nog niet geprobeerd, maar een kennis van mij doet dat wel.
Die maakt dan een maaltijd voor een hele hoop mensen. Die stopt ze in bakjes. En vervolgens laat ze die ophalen. Ik weet ook niet in hoeverre dat super corona-vriendelijk is. Maar als je dat één op één doet en je bent voorzichtig ook en je werkt hygiënisch, dan moet dat wel kunnen, denk ik. Even kijken hoor. Ook, hoe doe je dat? Ja, kleine groepjes. Ja, inderdaad. Je kan ook dingetjes bakken en uitdelen. Ik heb ook voor kinderen een tip gekregen van een collegaatje. Die is bezig geweest met haar zoontje om briefjes te maken en tekeningen. En die hebben zij door de brievenbus gedaan in de hele buurt. En vervolgens kreeg het zoontje weer van de hele buurt kaartjes terug. Ook een hele leuke manier om toch met elkaar in contact te blijven. En ook om elkaar op te vrolijken in de tijd. Ik heb ook een collega die momenteel, als het goed is, deelneemt. Die ook heel erg actief bezig is met het schrijven van kaartjes. Dus dat... Lon, kan je er wat over zeggen? Ja, ik kan er ook wel iets over zeggen. Ik was druk aan het chatten. Ik vind het heel fijn om post te krijgen. Mm-hmm. En dat vind ik ook dat ik dingen terug moet sturen. Maar ik schrijf denk ik tussen de 5 en de 10 kaarten per dag. Nou, daar heb je wel een aardige bezigheid aan. We kregen net in de chat van hoe kan je op een niet al te grote oppervlakte nog wat dingetjes doen die niet in beeldscherm... Ja, ik brieven schrijven, dat valt inderdaad. Ik ben de meeste op de post. Ja. Maar ik heb wel dat ik postbodes heb, namelijk vriendinnen en vrienden die het even langskomen brengen. En dan heb ik weer een kaartje aan het raam. Inderdaad. En nu ik weer kan fietsen, kan ik het ook langsbrengen. Ja, zeker. Een leuk initiatief, ja. Ja, en het is ook leuk om kaartjes te krijgen en ook om ze te sturen. Ja. Je kan ze zelf nog gaan maken als je heel creatief bent. Dat kan ook heel leuk zijn. Maar leuke ideeën. Zijn er nog dingen die voor jullie echt heel averechts werken, maar die wel heel, heel aanlokkelijk zijn bijvoorbeeld? Maarten, zou je er iets over willen zeggen? Ja, ik zit even voor een voorbeeld te bedenken. Ik zie tussentijd. Het aanlokkelijke is natuurlijk om ja, toch met een grote. Ja, voor mij is het toch wel een moeilijke vervanging, het videobellen. Ik vind het toch anders dan dat je elkaar in het echt ziet. En, ik ben nu bij iemand aan het klussen en dan zie je toch wat meer mensen. En dat heeft dan ook weer gevolgen, omdat sommige mensen je dan niet willen zien omdat je te veel mensen in contact bent. En dat maakt het wel lastig dat je daarover na moet denken. Hoeveel mensen zie je en... Hoe verspreid je dat? Ja. En, maar ik vind het wel ook begrijpelijk dat mensen dan niet meer willen zien natuurlijk, ook om de curve laag te houden. Ja, ik zie hier ook nog wat andere dingetjes voorbij komen. Even op de chat. 'S Avonds ook aan de studie werken. Je moet deze duidelijk scheiden van vrije tijd. Anders ben ik er 7 dagen in de week mee bezig. Ja, dat is voor mij ook heel herkenbaar. Dat is zeker als je werkt en studeert. En je probeert nog een beetje vrije tijd over te houden. Aan de ene kant, sommige mensen hebben heel veel moeite om hun ontspanning dan niet te laten regeren. En andere mensen hebben er inderdaad moeite mee om werk niet overheersend te zijn over alles. Want dan lig je in bed steeds aan je werk te denken. Of aan studie.
Ellen zegt tv kijken en dan blijven hangen of erger. Alle programma's zijn voor corona, want daar word ik heel onrustig van. Ook begrijpelijk, ook Facebook heeft, heeft die neiging. Althans, ik heb dat zelf als ik moe ben, dan ga ik even op Facebook kijken. Maar op dit moment is het niet zo handig om als ik moe ben op Facebook te kijken. Want voorheen kwam ik dan meestal babyfoto's tegen en gezellige plaatjes. En nu zijn het vooral spamberichten over corona. Meestal ook niet vanuit de meest betrouwbare bronnen. Dat zou ik zeker niet aanraden. Van Merel, ik moet echt geen mailtjes, telefoontjes of apps openen van mijn werk op niet-werkdagen. Want ik ontvang dat nu 24/7 omdat ik mijn privé-nummer moet gebruiken. Dat is inderdaad een hele lastige. Ik hoor daar inderdaad in mijn omgeving ook meer over. Over mensen die geen werktelefoon hebben. Ik vraag me wel af, is het een mogelijkheid om dan een aantal groepen te dempen gedurende het weekend? Misschien is dat een optie. Even kijken. YouTube-filmpjes maken blijft prikkelvoller dan verwacht. Wel aanlokkelijk, maar gaat er veel prikkels in zitten in het bewerken van video's. Het is natuurlijk wel heel leuk als je een video maakt, vooral voor de rest van de wereld die nu ook online zit te wachten op jouw filmpje. Dus het kan ook heel veel energie geven, maar inderdaad ook hierin is denk ik doseren weer gewoon heel belangrijk, want het kan zijn dat je het heel leuk vindt dat je er veel energie van krijgt, maar veel energie krijgen kan ook weer veel prikkels betekenen. Merel zegt, het zijn privéberichten. Even kijken hoor. Lonneke, zou jij heel kort nog iets willen vertellen? Je hebt een tijdje terug, zag ik van jou een bord voorbij komen over rustgevers en rust... Nou ja, ik weet niet precies hoe je ze noemen. Zou je er iets over willen vertellen? Nou, ik heb een manisch depressieve stoornis en ik was heel druk geworden. En toen had ik een lijstje met aanjagers, dingen waar ik steeds drukker van werd en dingen waar ik rustiger van werd. Ja. Dus die aanjagers waren vooral, inderdaad, om even terug naar autisme te gaan, waren vooral dingen waar heel veel prikkels in zaten. En de rustgevers waren vooral dingen waar weinig. Waar weinig? Weinig prikkels in zaten. Ja. Wandelen, of een boek lezen, een bad gaan. En bad is echt geweldig in deze tijd. Ja. Ja, vanuit Lumen maken we ook vaak met mensen een crisiskaart. Alleen de crisis momenteel ziet er natuurlijk een beetje anders uit dan een misschien reguliere psychiatrische crisis, vooral omdat we nu in een crisissituatie zitten. Aan de hand van jouw bord wat je gemaakt had, is het misschien een idee om een soort overzichtje voor jezelf te maken wat of voor wat helpt en wat niet helpt. Wat helpt en wat niet helpt, wat je energie geeft in de ochtend of de middag, wat helpt bij opstaan, wat helpt bij wat rustiger worden en wat helpt als je je juist onderprikkeld voelt. En wat ik ook elke dag doe en ik merk dat ik er echt heel veel aan heb, ik heb een bord in mijn hals, normaal gesproken om 30:30 in mijn woonkamer staan en dan schrijf ik aan het begin van de dag welke dag het is. Dus het is vandaag woensdag 22 april, staat in mijn woonkamer. Je zou ook op papier kunnen ophangen ergens om het op te schrijven. Ja, zeker. Er staat nog ASMR, word ik rustig van. Dat zijn die speciale geluiden, toch? Dus op YouTube kan je van die filmpjes kijken waar je speciale geluiden zoals geluid van typen en zo terug hoort. Klopt dat? Okay. Nou, we horen hetzelfde. Ja. Het zijn verschillende ASMR-filmpjes. Je hebt ze met luisteren, die zijn net bekend. En je hebt ze ook met meditatiemuziek of bepaalde bewegingen. Het ene van dingen, ritmen, dat kan van alles zijn. Er zijn mensen die er helemaal niks mee hebben, er zijn mensen die de ene soort ASMR helemaal lekker meer geworden en de andere soort juist voorbij rustig.
Het is inderdaad een goed idee. Ja, goede tip. Volgens mij zijn we dan door deze vragen heen van dit blok. Naar de volgende slide. Nou, nog even een quote. Focus je alleen op dat waar je wel invloed op hebt en de rest erbuiten. Dus topsport is het belangrijk om perioden van ontspanning te hebben. Dat werkt mentaal precies hetzelfde. Ontspanning zoeken werkt nu misschien een beetje anders dan normaal. Maar het is wel belangrijk om te gaan kijken wat je helpt, wat je niet helpt. En waar je wel en niet invloed op kan hebben. Want dat de situatie momenteel zo is zoals het is en dat de overheid bepaalde afspraken maakt, daar kunnen we niet zoveel aan doen. Maar hoe we onze tijd invullen, daar kunnen we wel in ieder geval zo goed mogelijk met elkaar tips over uitwisselen. Het lijkt me handig om nu eventjes een pauze te houden. Even kijken, hoe laat is het nu? Even 5:05. Zullen we om 7:45 verder gaan? Is dat goed voor jullie? Oké. Dan tot zo. Ik zie net de vraag ook voorbij komen om iets te delen over, over de structuurgroepen die binnen Lumen geboden worden. Ik ga daar eventjes, ik ga de informatiegegevens, we hebben op de site een aantal openbare groepen staan. Ik ga eventjes, ik ga bij ons intern even informeren hoe die naar buiten gecommuniceerd worden en of die op één linkje op onze website gezet worden. Mochten jullie naar aanleiding van deze bijeenkomst nog apart behoefte hebben om samen te komen in bijvoorbeeld zoiets, maar een wat minder geleide gespreksgroep, dan kan dat wat mij betreft ook. Ik denk dat we wel weer verder kunnen gaan. Het tweede blok gaat over afleiding. Afleiding is natuurlijk vrij nauw verbonden met structuur. Want op het moment dat je geen structuur hebt of je normale dagstructuur is weg, dan is het wel prettig om iets van afleiding te zoeken in andere bezigheden. Volgende slide. We hebben een aantal do's en don'ts verzameld. Een do kan zijn, focus je samen op dingen waar je wel invloed op hebt. Probeer interesse te tonen voor elkaars hobby's. Leef je bijvoorbeeld in een gezin? Of spreek je bepaalde vrienden vaak online of via de telefoon? Probeer je dan eens wat meer te verdiepen in hobby's waar je voorheen nog niet zoveel mee had. Met je kinderen kan het bijvoorbeeld handig zijn. Als je kinderen gamen, probeer je te verdiepen in de gamewereld. Het is misschien niet je grootste hobby, maar het kan altijd helpend zijn om te weten waar je kind zich mee bezighoudt. Vooral al is het maar om het idee dat je dan niet meer het antwoord krijgt als je iets vraagt over de game of ze willen stoppen, dat je er toch niks van snapt. Het kan ook heel veel inspiratie geven voor dingen waarvan je zelf niet wist dat je ze leuk vond. Ik ben een tijdje terug zelf met bordspellen begonnen. Die deed ik al wel af en toe. Maar ik vind het ontdekken van nieuwe bordspellen en zo vind ik bijvoorbeeld leuk. Het kijken van YouTube-filmpjes daarover. Deze tijd geeft toch ook wel weer wat ruimte om hele nieuwe hobby's of de hobby's van elkaar beter te leren kennen. Doe samen een nieuwe hobby. Sommige mensen in mijn omgeving zijn samen gaan skileren. Dan hou je toch een aardige afstand, beweeg je nog wat. Je kan jezelf gitaar leren spelen. Je kan ook gaan gamen als je dat nog niet deed. Even kijken. Je kunt ook gaan koken of bakken. Voor sommige mensen is dat al een hobby en voor anderen is dat noodzakelijk kwaad. Maar als het toch noodzakelijk kwaad is, kan het geen kwaad om je te verdiepen in dingen die misschien toch wat lekkerder zijn als dat je ze normaal zou maken als je er wat minder tijd voor zou hebben. Heb je kinderen, kijk dan of je wat meer tijd kan inruimen om gezamenlijk een activiteit zoals koken of bakken te doen. Grijp de kans aan nu je elkaar meer ziet om het contact te verbeteren als het lukt.
Het kan ook zijn dat het contact wat minder wordt. Dan moet je elkaar wat meer ruimte geven. Nou, Maarten gaf de tip, geloof ik, om samen vaardigheden aan te leren. Zoals de was doen bijvoorbeeld. Dat kan tot frustraties leiden, maar het kan ook best een gezellige tijd zijn. Dat buiten deze coronatijd om, deed ik vroeger als kind altijd met mijn moeder wasvouwen en ondertussen liedjes meezingen van oude cd's. Wij vonden dat heel leuk. Iedereen vindt dat misschien leuk, maar het kan iets zijn om de vervelende klusjes in huis en het dicht op elkaar zitten wat leuker te maken. Doe samen een bordspel, uitgebreid koken, eten half gourmetten, om samen wat quality time te hebben. En geef je kind of jezelf ook de mogelijkheid om eigen afleiding te creëren of momenten voor jezelf alleen in te bouwen. Dat klinkt een beetje gek, in isolatie, tijd voor jezelf inbouwen. Maar ook dan kan je verzanden in bijvoorbeeld inderdaad werk of andere verplichtingen. Afleiding kan heel erg helpend zijn daarbij. Naar de don'ts. Oh, Maarten wil wat over het skileren vertellen. Maarten, vertel maar. Ik ben zelf niet zo altijd een prater. En wat dan leuk kan zijn om iemand te vragen om je iets te leren. En dat kan via de webcam. Maar dat kan ook bijvoorbeeld skileren zijn. Ik heb bijvoorbeeld skilers gekocht en ik heb gevraagd van hey, aan een vriendin van mij, vind je het leuk om mij te leren skileren? En dat kan je makkelijk doen met 1,5 meter ruimte. En ja, het is hartstikke gezellig. Ja, leuk. Dat kan inderdaad een goede zijn. Zeker omdat je dan ook afstand moet bewaren. Volgende slide. Don'ts. Elkaar niet de ruimte geven. Dat als je dicht op elkaars lip zit, vooral in een gezinssituatie, kan het moeilijk zijn om elkaar de ruimte te geven. Hobbytijd. Niet afbakenen. Dat kan zijn dat je dan verzandt in te veel interesse in één ding. Dat kan ook wel weer vermoeid maken of problemen geven bij slaapritme. Vooral bij gamen is dat een dingetje, omdat de online wereld van gamen eigenlijk non-stop doorgaat. Dat je meestal met ook andere spelers en andere delen van de wereld te maken hebt. Dat kan ingewikkeld zijn. Te lange tijden binnen zitten. Proberen toch af te wisselen met naar buiten gaan. Het is lekker weer buiten. Op zich, als je genoeg afstand houdt, moet dat wel te doen zijn. Merel zegt, ik vind tijd voor mezelf alleen inplannen nog best lastig. Omdat het alleen op een balkonnetje of in de slaapkamer kan. Verder dan een boek lezen kom ik dan niet. Iemand nog andere ideeën? Zijn er ook dingen die je bijvoorbeeld, terwijl als je op je balkon zit, zijn er nog dingen die je anders kan doen? Zijn er dingen die je leuk vindt om te doen, behalve een boek lezen? Iets creatiefs, zoals haken, kan je inderdaad makkelijk op schoot doen. Even kijken. Ja, veel mensen kijken nu series. Nieuwe series voor volwassenen. Ja, ook goede tips. Kaarten maken, borduren, kaartjes knutselen. Zijn inderdaad een hoop dingetjes die je binnen kan doen. Diamond painten is ook nog een... Daar heb je een tafel voor nodig. Ja, dat kan misschien met een groot boek op schoot, als je op je balkon zit. En dan daarop schrijven. Ja, precies, op een harde deksel van een doos. Nou, er zijn een hoop dingen te bedenken. Ik heb zelf ook een hele tijd legpuzzels gemaakt. Ik hoor dat dat nu ook heel populair is. En wat ik zelf ook wel leuk vind om aan mensen die op dit moment wat minder mobiel zijn. Ik ben op zichzelf redelijk mobiel. Maar een aantal kennissen van mij die kunnen de deur niet uit vanwege risicogroep. Of omdat hun gezondheidssituatie niet zo goed is. En die stuur ik af en toe een bloemetje of een kaartje of een cadeautje. Iets waar ze blij van worden. Ja,
ochtends vroeg de deur uit kunnen. Als het rustig op staat, zou ook kunnen. Verdere don'ts zijn je zorgen maken of je het goed doet, bijvoorbeeld als ouders. Heeft mijn kind wel genoeg scholing? Krijgt mijn kind wel genoeg scholing? Ben ik wel net zo goed als de docent? Zorg ik er wel voor dat iedereen tevreden genoeg blijft? Dat zijn natuurlijk zorgen die snel gaan spelen. Aan de andere kant, veel mensen krijgen nu enigszins wat achterstand. Maar ook in een klassituatie gaat niet alles perfect. Ook in het dagelijks leven gaat niet alles perfect. En een groot deel van de samenleving zal toch na deze situatie ook wel weer wat opnieuw op moeten krabbelen. Zorgen maken kan daarin. Maar of het je helpt op het moment zelf, dat is de vraag. Continu zorgen delen over corona kan ook een struikelblok zijn. Ik noemde het net al even. Als je je zorgen deelt met bijvoorbeeld kinderen of met familieleden, denk na over met wie je dingen deelt. Belast je mensen er niet te veel mee. Ik kies er bijvoorbeeld voor om in mijn familie met ouderen wat minder te delen, omdat die zich wat eerder zorgen maken. Met kinderen zorgen delen als ze zelf naar je toe komen met zorgen. Ja, dan moet je er iets mee en het is ook heel nuttig om erover te praten. Maar niet continu, want dan is de kans dat je elkaar banger maakt alleen maar groter. Even kijken, volgende slide. De tips, geef niet te veel informatie. Doe online ontmoetingen met vrienden. Veel mensen hebben er baat bij om die vast in te plannen op een dag, op een ochtend bijvoorbeeld, of tijdens avondeten. Wat ik zelf in mijn omgeving ook merk, is dat oude vriendengroepen elkaar ook meer opzoeken. Dat iedereen toch iets meer tijd heeft voor videobellen. Spreek ik ineens mensen die ik al heel lang niet gesproken had. Mensen aan de andere kant van het land bijvoorbeeld. Dat kan best leuk zijn. En goed, en wel afleiding geven om die eens een keertje te spreken. Doe bordspellen in je gezin als je toch met elkaar in één huis zit. Kan een bordspel heel leuk zijn. Dat kan ook voor ruzie zorgen. Meld je aan bij een online forum, bij een Facebookgroep, bij een WhatsAppgroep. Om met elkaar over een hobby te praten, of elkaar te steunen. Of bijvoorbeeld lotgenoten op te zoeken om het te hebben over hoe bijvoorbeeld autisme effect heeft op je structuur en hoe andere mensen dat oplossen. Maar het kan ook gewoon inderdaad over koken gaan bijvoorbeeld. We hebben een vrijwilliger die post elke avond zijn avondmaaltijd in een foto in de groep. We vinden heel veel mensen heel leuk om te lezen. En dat geeft ook inspiratie. Ik zie heel veel berichten in de chat. Ik kan ze helemaal niet allemaal volgen. Als er iemand zich een samenvatting wil geven, graag. Spreek met z'n tweeën af en houd afstand. Kan heel fijn zijn. Maarten noemde het net al eventjes. Er zitten hier met regelmaat grote kudde studenten aan de gracht. Dat ze niet doen. Maar met een stukje een wandeling maken op vaste afstand. Wanneer het niet te druk is op straat. Dat is denk ik best mogelijk in zoveel tijd. Zoek naar een nieuw klusje, naar een nieuw hobby, plant. Hier gebruik van de tijd om meer aandacht aan te besteden. Daar hebben we het net ook al even over gehad. Probeer niet alle tijd in te vullen. Verveling kan soms heel goed zijn om jezelf te leren vermaken. Verveling is niet altijd leuk. Stilzitten is ook niet altijd leuk. Soms word je geconfronteerd met gevoelens, angsten of gedachten waar je liever niet bij stil moet staan. Maar het kan ook heel goed zijn om te oefenen met af en toe even stilstaan. Je kan ook op zoek gaan naar online lotgenotencontact. Binnen Lumen bieden wij dus een aantal vormen van lotgenotencontact. Maar ook patiëntenverenigingen, et cetera, hebben vaak fora waar je kan aanmelden. Die ook al langer bestaan en waar mensen ook gewend zijn om lange discussies met elkaar te voeren. En tips uit te wisselen. Volgende slide.
Dan nog een aantal afleidingstechnieken. Vooral op het moment dat je verveeld of in je hoofd zit of angstig bent. Op het moment dat je overprikkeld bent of onderprikkeld bent. Je structuur kwijt bent, kan het helpen om vooral op de korte termijn iets van afleiding te zoeken die je even door de ergste pieken heen helpt. Plan een moment in om je angstige gedachten en gevoelens op papier te zetten. Voor niet iedereen werkt het heel goed om het op papier te zetten. Schrijven kan heel goed helpen, vooral omdat je daarna terug kan lezen. Je kan het ook bijvoorbeeld inspreken als je dat fijn vindt, of een tekening maken. Sommige mensen maken muziek, kan heel helpend zijn. Ik zou wel aanraden, als je dat fijn vindt, om het op te nemen, zodat je inderdaad achteraf nog een keer terug kan kijken, terug kan lezen hoe je gevoelens toen waren. Vooral als je je later weer wat beter voelt. Of weer een somber moment hebt, of een angstig moment hebt, dat je kan zien van, eerder ben ik er ook doorheen gekomen. Doe een ademhalingsoefening, een ontspanningsoefening, om je gedachten even tot rust te brengen. Mindfulness is daar een goed voorbeeld van. Ik neem aan dat de meeste mensen hier bekend zijn met mindfulness, klopt dat? Of in ieder geval meditatie. Zo niet, dan kan het helpend zijn om daar iets over op te zoeken. Op internet zijn er heel veel verschillende soorten mindfulness en ontspanningsoefeningen te vinden. Ook via je telefoon kan je die... zijn er allerlei programma's te downloaden met ontspanningsoefeningen die echt van 2 minuten tot aan een half uur gaan. En veel mensen die ik ken, die hebben daar veel aan. Je kent mindfulness, maar je wordt daar heel onrustig van. Juist ja, dan is het misschien voor jou niet de oplossing. Wandelen helpt dan misschien inderdaad beter. Of misschien muziek luisteren. Muziek luisteren kan in ieder geval voor veel mensen die ik ken en ook. Ja, dat herken ik zelf ook wel bij onrust. Dat kan helpen. Rustige muziek, voor sommige mensen juist heftige muziek. Fijn dat het helpt. Je kan een piekerkwartier inlassen. Voor sommige mensen werkt dat, voor anderen niet. Maar vooral mensen die dwangmatig zijn. Daarbij kan het helpen om jezelf tijd te geven om te piekeren. Maar dat ook te kaderen. Dat geldt trouwens ook voor andere dwanghandelingen. Mocht je er last van hebben, kader het in. Schoonmaakblokken bijvoorbeeld. Spreek met jezelf af. Ik maak 1 keer in de week schoon. Dat kan heel erg helpen voor mensen die het moeilijk vinden om schoon te maken. Kan het heel goed helpen voor mensen die de neiging hebben om te schoonmaken. Dan hebben we nog Surfing the Urge. Maar ik ga je daar wat over vertellen, toch? Ja. En Maris heeft al haar hand omlaag. Surfing the Urge is techniek mindfulness. En het gaat er vooral om dat je bepaalde drang voelt. Bijvoorbeeld als je aan het werk bent, dat je dan graag even op je mobiel wil kijken, of een YouTube filmpje wil kijken, of een serie. Ja, ik wil heel veel. Oké, is het nu beter? Ja. Zoals wel de meeste techniek hier ook, het gaat echt om het kaderen. Dus bijvoorbeeld half uur werken en dan 5 minuten even Facebook scrollen. Maar dat je dat van tevoren voor jezelf bedenkt van wanneer mag ik eraan toegeven. En als je eraan toegeeft, dat je dan ook daar gewoon aandacht voor hebt. In plaats van dat je aan het werk bent en dan tegen het gevoel aan het vechten ben. Ja, ik zag ook eerder al een opmerking voorbij komen over werktelefoons. Ik heb wel een werktelefoon, maar ik merk ook dat ik de neiging heb om die heel vaak voor me te pakken. En het kan ook helpen om daar vaste blokken in aan te brengen. Wat ik meestal doe, is dat ik voor het avondeten even kijk of er berichtjes zijn. En dan de volgende ochtend weer kijk. Gedurende mijn werkdagen. Gedurende geen werkdagen. Kijk meestal voor het weekend eventjes. Kan eventueel tijdens het weekend nog een keertje kijken. Als ik belangrijke berichten verwacht. En dan daarna nog een keertje. Dat kan
ook als je geen werktelefoon hebt, kan dat helpen. Want soms, nu zoveel dingen online gaan, kan het ook zijn dat WhatsApp-groepen ontzettend snel gaan. Of dat er heel veel mensen neiging hebben om een berichtje even te sturen. Probeer dat, als dat veel is voor je, of als dat veel prikkels geeft, kan je ook met jezelf afspreken om een paar vaste momenten per dag je telefoon te checken. Verder kun je een dagboek bijhouden en je kunt een aantal dingen proberen op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Dat kan helpen, kan het niet helpen. Het is een veel gebruikte strategie in verschillende soorten therapieën. En dat zorgt er vaak voor dat je nog, als je moeite hebt om je positief over je dag te voelen, om dan toch aan het eind van de dag te zien van, nou ja, er zijn een aantal dingen die wel goed gegaan zijn. Een dagboek kan ook ervoor zorgen dat je de dagstructuur een beetje bijhoudt. Dat je bijvoorbeeld de datum van de week bijhoudt. Je zou er ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld een agenda te gebruiken waarin je kort een paar puntjes opzet. Hoe je dag waren, zodat je, en daarnaast je planning. Doe activiteiten waar je je enigszins op moet concentreren. Dat kan heel fijn zijn, vooral omdat je dan echt even helemaal uit de sleur van het dagelijks leven bent. Is het een film? Is het een serie? Is het een game? Het kan ook buiten op je balkon naar de vogels kijken of foto's maken zijn. Piano spelen, gitaar spelen. Maar vooral op het moment dat er weinig verplichtingen zijn, kan het heel fijn zijn om, nou ja, toch even jezelf helemaal te kunnen geven in iets. En eigenlijk de laatste, nogmaals, probeer inspanning en ontspanning af te wisselen en baken het. Dat is wel een beetje de strekking van deze webinar, volgens mij. Afbaken. Volgende blok, ja. Volgende vraag. Wat geeft afleiding en of positieve energie in deze tijd? Heb je daar voorbeelden van? Ik zie buiten zijn. Ik zie al luisterboeken voorbij komen. Denken, zijn er nog meer mensen die iets willen aanvullen? Mensen die bijvoorbeeld iets willen zeggen? Lonneke, zou jij iets willen zeggen? Ik doe mee met een online schrijfclub. Mm-hmm. Theaterregisseur die ik ken, die geeft elke week schrijfopdrachten. En ik hou heel erg van schrijven. De rest is niet duidelijk met mijn brieven, maar ik hou ook gewoon van verhalen schrijven. Mm-hmm. Dat geeft een afleiding. Ja, zeker. En piano spelen. Ik heb nog steeds elke week piano les. Daar ben ik heel erg blij mee. Ja, dat kan inderdaad wel een hele goede afleiding doen. En bakken doe jij volgens mij ook, toch? Ja, bakken ook. Moet je wel opeten, niet een week later. Dat is niet zo handig. En ik heb heel veel praatjes aan het raam. Dus dat er bijna elke dag komt er iemand langs om aan het raam een praatje te houden. Ja. Vandaag heb ik een praatje aan het balkon gehouden met mijn overbuurvrouw. Leuk. Ja, dankjewel. Ik vind het zelf ook wel een mooie tijd om wat boeken, inderdaad fysieke papieren boeken waar je normaal niet aan toe komt. Dat is inderdaad een optie, of series waar je niet aan toe komt. Bakken inderdaad. En ja, daar maak je je huisgenoten dan ook weer blij mee, als je die hebt. Dat kan zeker een oplossing zijn. Even denken, reorganiseren van je huis. Dat kan ook een ding zijn. Het kan ook vervelend zijn. Maar kleine klusjes waar je anders niet aan toe kwam. Of zie je ook dat er hier in de buurt veel mensen in de tuin aan het werk zijn. Dat ook in mijn familie is dat een grote afleidingsmanoeuvre om de hele tuin op te knappen. En het wordt voorjaar nu. Dat kan ook nog wel de nodige afleiding geven. Mensen met afleidingsdingen.
Wat voor mij heel erg helpt is voor andere dingen doen. En dan, ja, dan voel ik me gewoon wel heel goed over mezelf. En daar is je ander ook mee geholpen. En wat voor andere dingen dan? Ja, bijvoorbeeld klussen. Of het helpen koken voor anderen die misschien een risicogroep zijn. Ja, inderdaad. Ja, we hebben ook een collega die heeft over klussen gesproken. We hebben een collega die momenteel die heeft een heel bureau gebouwd. We hebben nog een collega die heeft een bureau gebouwd trouwens. De een met planken en de ander van dozen, gelukkig. Dat kan ook een leuke dagbesteding zijn. Ja, Lonneke heeft een sta-bureau gemaakt. Een andere collega van ons heeft een heel bureau getimmerd zelf. Even denken. Er zijn nog meer dingen die er nu... Ja, mensen zijn vooral veel... Ik zie vooral veel mensen nu in de tuin werken of kleine dingetjes in huis veranderen, opruimen. Dingen waar ze niet zo tevreden over waren. Oh, een mandala met schelpen. Dat is ook een leuke tip. Dat is ook een leuk idee, inderdaad. Ja. Nou, diamond painting worden we al eens een keer voorbij komen. Kan ook een leuke zijn. Ik vind het zelf heel leuk om... Het is misschien iets ingewikkelder als je niet werkt of studeert. Maar hangt er vanaf. Als je bepaalde interesses hebt om daar nog even wat extra tijd in te steken. Ik ben zelf bijvoorbeeld... nu bezig om de combinatie van werk en studie wat meer uit te diepen. Dus onderzoeken die ik bijvoorbeeld voorbij heb zien komen van collega's. Daar had ik nooit tijd voor om daar uitgebreid naar te kijken. En dat ben ik nu wel aan het doen. En dat geeft een goede basis voor eigenlijk verder, voor het verdere werk. Maar ook wel weer energie, vind ik. Ik denk dat het vanuit... mij wel een beetje is. Zijn er nog andere mensen die hier nog aanvullingen op hebben? Mensen met bijvoorbeeld kinderen, die zeggen van, nou ja, positieve energie voor de kinderen, daar is echt, daar heb ik een goede tip voor. Mires, heb jij toevallig nog een tip? Met bordspelletjes. En we hebben een nieuw spel gekocht dat superleuk is. En een stukje fietsen. Dat soort dingen. Ja. En inderdaad daarna zitten van, met een spelletje van goh, hoe werkt dat? En dat je dan meer eenheid met je kind zeg maar, krijgt. Ja. Je ziet ook insectenhotels van buitenkomen. Dat ziet er ook leuk uit. Maar dat bordspel inderdaad, vooral als je een nieuw bordspel hebt. Ik merk dat zelf ook. Ik heb er net zelf ook eens gekocht. Niet te lange, niet te lang. Een spel van een kwartiertje waarbij je niet mag praten, maar wel moet samenwerken. Nou, dat, je moet met z'n allen praten naar het eind van het doel zien te komen. Nou, dat is best bevorderend voor de sfeer over het algemeen. Want je bent samen iets aan het doen. Het is niet te lang. En ja, het is toch even gezellig. Ik kan het bordspel wel even in de comments zetten. Zullen we naar de volgende vraag? Hoe voorkom je verveling? Ja. Zijn er veel mensen die zich vervelen? Geen tijd voor verveling. Nou, dat is, dan hoeven we die in ieder geval niet te tackelen. Andere mensen? Nu niet meer. En toen er nog wel verveling was, wat toen? Duidelijk plannen, denk ik. Ik heb het meeste last van verveling.
wanneer ik niet weet wat ik kan en moet doen, omdat ik dan niet weet waar ik moet beginnen. Ik heb een lijstje met leuke dingen om te doen, wanneer ik niet kan kiezen. Is dat iets wat jullie helpt? Dat je een lijstje maakt? Dus Sanne zegt duidelijk plannen. Lukt dat nu wel? Je zegt dat je anders niet weet waar je moet beginnen. Sanne, lukt dat? Ja, je hebt nu duidelijk gemaakt wat er is. En een lijstje met leuke dingen om te doen wanneer ik niet meer kan kiezen. Dat is ook een hele goede tip. Die zou je ook kunnen combineren met elkaar. Ik zie dat Mures. Zijn er nog andere tips over hoe je verveling kan voorkomen? Ik zie dat Mures haar hand opsteekt. Ja. Ja, klopt. Ja, als tip, tenminste dat adviseer ik ook nog wel aan mensen waar ik op huisbezoek kom, is de wunderlist kan je downloaden. Die gaat er wel straks in mei uit en dan gaat het to-do-list. En dan kun je verschillende lijsten opmaken van dingetjes wat je leuk zou vinden om inderdaad te gaan doen om verveling te voorkomen. Maar ook om aan taken toe te komen. Ja, bijvoorbeeld je badkamer een keer een grote schoonmaakbeurt te geven of iets dergelijks. En het mooie van dat is dat je het af kan vinken en dat je dan een positief gevoel kan hebben van, nou ja, oké, dat stukje heb ik weer gedaan. Dan kijk je weer naar de volgende lijst toe van dat je jezelf soort kan belonen. Wat je dan even kan doen in vrije tijd. Ja, dus daarbij kan je inderdaad duidelijker, dat geeft je eigenlijk een handvat om in te delen wat je wil doen. Klopt dat? Ja, klopt. En dan heb je toch eigenlijk nog dat je het voor jezelf kan afbakenen. Want daarin kun je ook subtaken, zeg maar, weer aan toevoegen. Dus zo kan je het voor jezelf afbakenen. En tijden in kun je. Je zou ook nog zelfs tijden daarbij kunnen instellen. Dus ja, ik vind het een hele prettige app, zeg maar. Om zowel zelf mee te werken als voor mensen die ik het adviseer. Ja, goeie. Wat mijzelf ook wel werkt, als het wat mijzelf ook vaak wel helpt, is om de verschillende planningen uit elkaar te houden. Dus voor werk heb ik een werkplanning. Ik werk van een bepaalde tijd tot een bepaalde tijd. Probeer ik zoveel mogelijk. Dus mijn werkagenda is mijn werkagenda en daar staan geen privéafspraken in. En mijn privéafspraken plan ik daaromheen. En omdat een beetje, ik vind, mij had het zelf ook om dat bespreekbaar te maken. Dus ik ben niet alleen hier in huis. Dus ik bespreek met mijn vriend van, nou ja, wat heb ik vandaag op een dag? Heb ik een lange werkdag of niet? En is er veel tijd voor ontspanning of niet? Zodat we ook met elkaar eigenlijk ook een beetje kunnen kortsluiten van, nou ja, wanneer gaan we nou samen iets doen? Wanneer hebben we eigen ontspanning en wanneer is nou werktijd? Omdat, als je zo dicht op elkaar zit, vooral in een gezin, of als je met z'n tweeën in een huis zit, dan is het soms lastig in te schatten van elkaar hoe je planning nou loopt. Dus ik vind het zelf in ieder geval prettig om dat duidelijk te bespreken. Even kijken, misschien voor mensen in een familie is het nog een tip om een gezamenlijke familieagenda op te hangen. Zijn er nog meer mensen die zich vervelen of die verveling voorkomen? Nee? Oké. Dan zijn we denk ik aan het einde van gekomen van deze webinar. Volgende slide. Nog even een loesje tekst. Af en toe moet je je leven ondersteboven houden om te zien of er nog meer in zit. Nou, de hele coronasituatie is denk ik wel een vrij goed voorbeeld van een leven ondersteboven. En dat kan ruimte geven voor veel prikkels, voor verwarring en voor vermoeidheid. Maar het kan ook ruimte geven voor een hoop nieuwe ideeën, nieuwe inzichten en nieuwe initiatieven. Ik hoop dat jullie
nou ja, in ieder geval tijdens deze bijeenkomst gehad hebben. Ik kan nog kort eventjes iets vertellen. Deze bijeenkomst is georganiseerd door Lumen, het Autisme Café, wat weer start in Nieuwkoop, het Centrum voor Jeugd en Gezin. En Mires, die hier aan meegewerkt heeft, werkt ook bij Tom in de Buurt. Ik zal jullie nog kort even wat vertellen over het aanbod van Lumen. Lumen is een regionale cliëntorganisatie die zich richt op cliënten uit GGZ-verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Wij hebben normaal gesproken een breed herstelaanbod, een inloophuis en allerlei activiteiten die meestal in ons gebouw in Leiden plaatsvinden of in Alphen aan de Rijn nu. Spijthuis hebben we daar ook. Momenteel zijn wij gesloten, dus daarom hebben wij nu allerlei online activiteiten in samenwerking onder andere met Rivierduinen, nu in samenwerking met het CEG en het Autismecafé. En onze agenda staat hier ook gedeeld. Die agenda kan ik eventueel, als jullie willen, ook nog even wat breder delen. Stuur dan even een e-mailtje naar info@lumenhollandrijnland.nl. Even denken, nou dat is wat er eigenlijk bij Lumen nu vooral plaatsvindt. De basiscursus ervaringsdeskundigheid is net afgelopen. We hebben elke dinsdag een webinar waarin we laagdrempelig met elkaar in gesprek gaan over ten eerste hoe het met iedereen gaat. En dit is vrij toegankelijk. Even een rondje doen, hoe gaat het met iedereen, hoe zit hier erbij, zijn er nog specifieke situaties aan de hand. En dan gaan we in op een thema waarin we eigenlijk tips met elkaar uitwisselen. Deze webinars zijn iets korter dan deze webinar en ietsjes informeler. Het Lumen werkcafé begint binnenkort weer. Dat is ook een WebEx gegeven en dat is een werkcafé voor mensen die bijvoorbeeld ondersteuning en bij arbeidsparticipatie willen hebben of op zoek zijn naar werk, maar tegen een aantal dingetjes aanlopen. We hebben ook een ontmoetingsgroep, ontmoeten op maandag. Dat is niet aan de hand van een thema of zo, maar dat is gewoon elkaar ontmoeten en met elkaar bespreken hoe je erbij zit. Lotgenotencontact is dat. We hebben een lotgenotencafé via Teams. En we hebben binnenkort ook allerlei webinars in samenwerking met Rivierduinen. Die gericht zijn op allerlei verschillende soorten thema's. Dus dat er is er eentje over autisme. Er is eentje over hooggevoeligheid binnenkort. En de rest staat ook op onze site genoemd. Daarnaast hebben we nog een dagondersteuningsgroep. Daarbij starten ze de dag gezamenlijk op en sluiten ze de dag gezamenlijk af. En er is een structuurgroep die via Discord gegeven wordt, waarin mensen op een forum vooral tips en tricks uitwisselen. Corina, wil jij nog iets vertellen over het CEG wat er nu speelt? We hebben trouwens ook nog de onafhankelijke cliëntondersteuning die op dit moment gewoon loopt. Als je nou thuis zit en je hebt zoiets van ik wil een keer met een ervaringsdeskundige praten of ik wil wat tips of ik heb iets van ondersteuning nodig, dan is er altijd contact mogelijk via de cliëntondersteuning. De collega's die daarvoor toegankelijk zijn, staan ook op onze website. Je kan ook mij en mijzelf eventueel even een mailtje sturen. En er wordt nu ook wel weer zoveel mogelijk gegaan naar fysiek contact als het mogelijk is. Dus 1-op-1 met 1,5 meter afstand. Omdat het voor sommige mensen gewoon niet genoeg is om alleen maar via beeldpadden te gaan. Even kijken hoor. Corina zegt dat haar geluid het niet zo goed doet. Even kijken hoor. Wil het toch lukken om nog iets te zeggen? Maarten, kan jij even kijken of je haar kan unmuten? Ja. Corine, kan je nu wat zeggen? Lukt dat? Oké. Ik denk dat het een beetje problematisch is.
In ieder geval is het CEG gewoon beschikbaar voor vragen rondom jeugd en gezin. Mocht je nou tegen problemen aanlopen in je gezin of in de communicatie met school, wat niet te mixen is met je gezin, of mochten er actuele gesprekken plaatsvinden, of gesprekken, situaties plaatsvinden, dan kan je contact opnemen met hun. Ja, fijn dat jullie erbij waren voor de mensen die nu weg moeten. We gaan zo ook afronden. Mireille, wil jij nog kort iets vertellen over de werkzaamheden van Tom en de Burg momenteel? Ja, uiteraard. Tom is voor mensen vanaf 18 jaar inderdaad. En wij kunnen op verschillende manieren een passend aanbod zeg maar, creëren voor wat nodig is op dat moment. Dus het is allemaal maatwerk. Okay. We zijn ook bezig met online activiteiten zeg maar, op te gaan starten, omdat de dagvoorzieningen ook weg zijn gevallen. En dan gaan we volgende week een testronde mee maken. En dan willen we dat ook in combinatie met het Autisme Café online laten gaan. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus bij vragen en heeft iemand ondersteuning nodig vanuit gemeente Nieuwkoop of Alf of Kagebrasem, dan kun je bellen met Tom in de buurt. Ja, en ik hoorde ook dat het Autisme Café binnenkort iets gaat doen, toch, qua activiteiten weer? Mireille? Zorgboerderij. Daar zijn we dan nu één avond geweest inderdaad. Daar hebben we een high tea georganiseerd voor mensen met autisme. En ja, we zijn eigenlijk weer aan het oriënteren. Wat willen de mensen hier, vooral in deze omgeving? Wat kunnen we aanbieden? En daar hopen we wat meer respons op te gaan krijgen, zodat we daarop kunnen gaan inspelen. Ja. En nu gaan we ook een kleine samenwerking dan met Tom in de Buurt aan, met een online programma neer te zetten. Ja, nou, leuk. Als je daar meer over weet, hou ons op de hoogte. Ja, zeker. En dan kunnen wij het ook in dit netwerk weer verspreiden, zodat het bij de mensen ook terechtkomt. Super. Oké, bedankt. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Zijn er nog vragen verder, opmerkingen, aanmerkingen, tips? Nou, ik zie wel dat mensen... mensen willen de PowerPoint terug kunnen vinden. Dat is natuurlijk mogelijk. We gaan even kijken of we deze op onze website kunnen publiceren. We hebben ook een opname gemaakt van deze bijeenkomst. We moeten heel even kijken of we de bovenbalkje ervan af kunnen halen. Ik denk het namelijk wel. Dan horen we alleen de stemmen en dan zien we alleen mij in beeld, denk ik. Als jullie dat goed vinden, kunnen we die delen. Zijn er hier acuut mensen die er bezwaar tegen hebben? Oké, fijn. Dat is oké. Fijn. Dat is in ieder geval heel fijn. Fijn dat jullie het leuk vonden. Mocht er nou, we hebben inderdaad een hele rits aan lotgenotencontactmogelijkheden. Maar mocht je nou zoiets hebben van, nou, voor mensen met autisme is er nou nog niet echt een specifieke contactgroep. Of we vinden het toch fijn om nog een keer met elkaar tips uit te wisselen. Zoals jullie hier eigenlijk in de chatbox heel veel gedaan hebben. Laat het dan eventjes weten, want dan kunnen we nog een keertje iets organiseren. Dan wens ik jullie nog een fijne avond. En tot snel. En heel erg bedankt. Wil ik heel graag Maarten Bakker even bedanken, want die heeft heel veel in de technische ondersteuning gedaan. En Mireille, die met ons meegedacht heeft. Lonneke, die nog wat in de organisatie heeft gedaan in PowerPoint. En verder daar ook vaak voor in doet. En Corina van het CNG, die heeft meegewerkt. Dank jullie wel. Bedankt.